welkom bij een nieuwe aflevering van Overeten, een podcast voor nieuwsgierige eters en drinkers. Elke aflevering ga ik op zoek naar culinaire kennis, leuke verhalen, gastronomische avonturen en hoop ik om zo meer te weten over eten. Ik ben Stijn de Schacht. Vandaag ga ik met een echt zwaargewicht in gesprek. Niet zozeer in de letterlijke gewichtsklasse, maar Lode de Rover is niet alleen chef van zijn eigen restaurant in Zeelen, maar ook een bekwaam en gedreven competitiekok die al een aantal titels in de wacht kon slepen. In 2011 won hij op 28e de titel eerste kok van België in de Prosper Montagné-wedstrijd. 4 jaar later kreeg hij de titel meesterkok in de orde der 33 meesterkoks van België. En daarnaast werd hij ook nog eens Belgisch kampioen bij de wedstrijd van Bocuse d'Or en stond hij door naar de finale in 2018, iets wat geen enkele Belgische kok kon doen sinds 1999. Hij herhaalde de titel van Belgisch kampioen, maar moest door de coronacrisis met zijn team vergeven voor de finale, iets wat heel Vlaanderen kon zien in het programma Ja Chef. De ervaring en kennis die hij heeft opgedaan, houdt hij niet voor zichzelf. Hij coacht ondertussen ook een aantal jonge koks voor wedstrijden en besteedt evenveel aandacht aan de rest van zijn team als zichzelf, zoals het een echte teamplayer betaamt. Lode, welkom in de podcast. De hele wereld kent ondertussen de masterchefs en de topchefs en de bake-off-competities van op televisie. Maar hoe zit zo'n kookwedstrijd voor professionelen nu eigenlijk in elkaar? Ja, dus inderdaad, het grootste verschil begint dan al bij het feit dat het gaat over professionelen. Dus het gaat over een wedstrijd onder professionelen. Desondanks is het gewoon iets dat we niet voor het geld doen, maar dat eigenlijk wel een bijkomende hobby is. Dus wij maken van ons hobby ons beroep en van ons beroep onze hobby. Dus we kunnen van ons beroep geen genoegen krijgen, vandaar dat we onze vrije tijd vullen met voorbereidingen op wedstrijden. Met koken. Dus het grootste verschil zit dan al in het feit dat het professioneel is. Uiteraard, door het feit dat je onder professionelen een competitie aan het houden bent, gaat dat natuurlijk het niveau en de moeilijkheidsgraad ook de lucht in. Hè. Dus het is een heel moeilijke competitie. Daar heb ik nu vooral over Bocuse d'Or. Ik spreek toch wel echt over de moeilijkste competitie op gebied van gastronomie die er in de wereld bestaat. En ja, dat was voor mij dan ook de uitdaging. Het moeilijkste gaan opzoeken en proberen daar het zo ver mogelijk te schoppen. Laat ons even de rug spoelen naar het begin van jouw carrière. Je bent afgestudeerd aan de hotelschool. Na je schooltijd ga je in een aantal restaurants gaan werken. Je hebt stage gedaan en in een aantal zeer mooie restaurants gewerkt, zoals Comme Chez Soi bijvoorbeeld. Had je daar al zoiets van... Ja, wedstrijden, ik ga dat doen. Eigenlijk niet. Voor mij is het wedstrijdgebeuren pas op de proppen gekomen op het moment dat ik eigenlijk aan het werk was in Dijkerhof. Ik was daar sous-chef, dus Dijkerhof in Bornem. En de chef, de eigenaar van het restaurant, is Ferdy de Becker, die eigenlijk in 1999 de laatste persoon geweest is die voor België nog een podiumplaats binnengehaald heeft op Bocuse d'Or. En ja, hij is degene die mij een beetje warm gemaakt heeft om op wedstrijden te gaan koken. Dus eigenlijk heeft hij tegen mij op een gegeven moment gezegd van ja, waarom stelde jij je geen kandidaat voor Bocuse d'Or? Je zet daar een ideale persoon voor en je moet dat doen. Maar ik had nog nul ervaring op het gebied van wedstrijden, dus spreek ik inderdaad over 2010. Maar dat had mij wel getriggerd. En ik weet nog goed, dat was eigenlijk s'avonds, zaterdagavond na de service bij een glas wijn, dat hij daarover bezig was of dat hij dat tegen mij zei. En ik ben thuisgekomen en hij heeft mij niet losgelaten. Ik ben onmiddellijk gaan opzoeken van oké, wat houdt dat hier eigenlijk in? En toen dacht ik van oké, misschien moeten we dat eerst eens nationaal gaan bekijken. En dan ben ik op Prosper Montagné uitgekomen. Dat was bij op dat moment niet vreemd, hè, maar het was wel nog niet echt iets in mij dat daar voordien al mij getriggerd had om daaraan te gaan deelnemen. Maar dus daardoor, door dat gesprek, ben ik een beetje gaan opzoeken van oké, wat houdt dat in? En eigenlijk op dat moment was het een maand of twee, of het nieuwe thema van die wedstrijd, Prosper Montagné dan, was juist gelanceerd. En dat was ook een thema dat mij wel lag. En ik ben eigenlijk de dag nadien, na het weekend dan, terug op het werk gekomen. En ik heb toen gezegd tegen mijn chef, dus tegen Ferdy, van ja, kijk, dat heeft mij wel aan het denken gezet. En Bocuse d'Or, dat lijkt mij nog wel een klein beetje te heftig om daar van eens keer daar al op te gooien. Ik zou liever eens keer een nationale wedstrijd ervaren en we zien wel waar we dan geraken.
Dus zo gezegd, zo gedaan. Hè, dat thema verder gaan uitspitten. Receptuur en gezonde, geselecteerd geweest. Toen was dat ook nog met een halve finale. Dus ik ben dan naar die halve finale geraakt en dan ook onmiddellijk geselecteerd om naar de finale te gaan. En ik herinner mij goed dat een aantal chefs van de oudere generatie, zeg maar, mij toen attent maakte op het feit dat het eigenlijk zo goed als onmogelijk was om een wedstrijd als Prosper Montagny van de eerste keer te winnen. Dus tegen mij gezegd van kijk, maak je geen illusies. Deelnemen, houd daar maar rekening mee dat je dat een keer of twee moet doen. De eerste keer is voor het te leren en voor het te zien hoe dat in zijn werk gaat. En dan de tweede keer kunnen gaan voor de overwinning. Het klassieke deelnemen is belangrijker dan winnen bijna. Ja, voilà. De dag nadien, terug bij mijn chef. En ik zei van ja, ik zeg allee, ze proberen mij toch al een beetje voor te bereiden op het feit van ja, je moet niet denken van de eerste keer te winnen. Waarom wat hij zei, en waarom niet? Waarom zou je niet van de eerste keer kunnen gaan voor te winnen? Hij zei van, je hebt de capaciteiten, je hebt de skills om dat wel te doen. We gaan we niet voor twee keer, we gaan voor, om te winnen. We gaan ervoor om te winnen van de eerste keer. Dus ja, getraind. En ik ben wel iemand die mij dan vrij fanatiek gaat voorbereiden op alles enzovoort. Dus ik ben daar vrij goed voorbereid naartoe gegaan. En ik heb ook die wedstrijd van de eerste deelname gewonnen. Dus dat heeft me natuurlijk wel extra getriggerd. Hij zegt van oké, van nul voorbereidingen, nul ervaringen, zeg maar, onmiddellijk dat soort wedstrijden winnen. Dat heeft mij aangezet om dan verder te gaan. En dan was het jaar nadien, Bocuse d'Or, die doorging de Europese finale. En ben ik eigenlijk als toeschouwer naar daar gegaan. En toen had ik echt het gevoel, ik zat toen op die tribune, en toen had ik echt het gevoel, ik zit hier echt niet op mijn plaats. Ik voel me een beetje zoals een voetballer die op de bank moet gaan zitten of die in de tribune zit. Ja, ik wil daar in die keukenbox gaan zitten. Ik wil daar meemaken, ik wil daar ervaren. Ik wil daar zelf als kandidaat, als chef staan. Dus ik ben toen ook thuisgekomen en ben ook onmiddellijk in gang geschoten. En van zodra dat de thema's bekend geraakt zijn, onmiddellijk mij op alles op alles voorbereid. En heb opnieuw die nationale selectie dan gewonnen. En zo verder. Dus eigenlijk, het is een beetje een aaneenschakeling van de situaties waar ik in zat en ervoor gaan. Van zodra dat ik ergens mijn focus op zet, is het all the way. Dus jij bent eigenlijk wel ergens een beetje een competitieve persoon. Ja, uiteraard heb je dat nog wel een beetje nodig. Hè? Want ik heb verschillende collega's, chefs, topchefs, die top van België of zelfs top van de wereld zijn. Die ook tegen mij zei van ja, oké, wat jij doet, ik zou dat niet kunnen. Omwille van het feit dat het een discipline op zich is. Het is een aparte discipline. Je kan wedstrijd koken niet vergelijken met wat wij doen in een restaurant of omgekeerd. Uiteraard gaat dat maar twee voor koken, maar ik heb daar toch wel specifieke skills nodig. Zeker stressbestendigheid en de wil om en de drang om te gaan doordrijven tot in de perfectie en iets echt uit te werken tot in de perfectie om echt maanden bezig te zijn met één specifiek component om dat echt tot uiterste te gaan uitpuren. Ja, je zegt, het is niet hetzelfde. Als je een menu opbouwt als chef voor je restaurant, ja, dan heb je elke avond de kans om dat te gaan doen. Maar heb je dan ook niet zoiets van hier moeten wij alles perfect doen, hebben hoge druk om het constant af te leveren. Terwijl in een wedstrijd heb je dan maar één kans. Maar hoe anders is die druk? Van buitenaf lijkt het toch heel gelijkaardig. Ja, en in die zin ook. Ik heb dat gesprek ook eens op een gegeven moment gevoerd met Nick Brill, die dan nu ook echt in het team verzeild geraakt is ondertussen. En hij zegt, ja, ik heb het gevoel, of in mijn visie, zegt hij, voer ik twee keer per dag een wedstrijd uit en we gaan twee keer per dag voor de overwinning. Ja, uiteraard, ik probeer dat ook te doen in mijn restaurant. Maar het grote verschil is natuurlijk dat je in een restaurant een team aan het leiden bent. Als chef ben je een team aan het leiden. Die hebt een servies, je hebt meerdere tafels, je hebt meerdere gasten die eten geeft enzovoort. En de herhaling is daar uiteraard. Elke dag ga je opnieuw die competitie aan. De wedstrijd, dat is eigenlijk maanden toewerken naar iets, naar één enkel moment. En dan moet het gewoon tot in de perfectie zodanig voorbereid zijn. Want het is net op dat moment dat je moet shine en je hebt maar één kans. Dus dat is inderdaad een groot verschil tussen wat we doen in een restaurant en wat we doen tijdens een competitie. Als het dan op vlak van koken en technieken gaat, hoe anders zijn die beide dan?
Wat je zegt dat het tot in de perfectie gaat. Hoe moet je zoiets iets voorstellen? Als je in een restaurant hebt, ga je om de zoveel maanden of om de zoveel tijd ga je van menu veranderen. En een menu is samengesteld uit x aantal gerechten en x aantal ingrediënten. En dan moet je rekening houden met haalbaarheid. Je moet weten dat je team dat aan kan. Je moet zien dat de kostprijs enzovoort klopt. En dan moet je dat kunnen gaan uitvoeren en daar een zeker stramien in kunnen houden. Als je je voorbereidt voor een wedstrijd, dan ga je echt alles onder de loep gaan nemen. En hebben we veel meer tijd en ruimte om een bepaald accent tot in de perfectie te gaan voorbereiden. En dan heb ik bijvoorbeeld, ik ga een voorbeeld geven, we hadden één garnituurtje, dus één enkel component, op een voorgerecht dat we in Turijn gedaan hebben, in Italië, voor de Europese finale. En dat was eigenlijk een eitje, zeg maar, dat we nagebootst hebben. En de kern van dat eitje was gemaakt met eigeel. En we zijn dagen bezig geweest om alleen te zoeken wat de perfecte consistentie, of om de perfecte consistentie te creëren. Hoe lang en op welke temperatuur. En ik denk dat we daar een 50 of 60 verschillende versies naast elkaar gelegd hebben. En getest hebben tot wanneer dat we het perfect hadden. Dat is iets waar we in een restaurant gewoon de ruimte niet voor hebben. Dat is onmogelijk en onbetaalbaar om zo diep en zo ver te gaan om zo'n accent te gaan uitwerken. Dus ja, we moeten ons iets sneller neerleggen. We moeten iets sneller tevreden zijn met het resultaat in een restaurant gegeven dan in een wedstrijd. In een wedstrijd kunnen we echt tot het uiterste gaan. Als je dan terugkomt van de wedstrijd, dan kun je die technieken dan wel gaan integreren in het restaurant, neem ik aan. Ja, absoluut. Ik heb een gigantische bagage opgebouwd. Ik ben daar nu 4 jaar mee bezig geweest met Bocuse d'Or. Dus waarvan ik heel veel tijd in een keuken doorgebracht heb. Gewoon experimenteren, nadenken. Ja, ik heb soms gewoon dagen aan een stuk gewoon zitten schetsen, zitten nadenken enzovoort. Dus ik heb daar heel veel tijd in gestoken. Maar ook ja, bepaalde recepturen op punt gaan zetten die ik waarschijnlijk voor de rest van mijn carrière ga kunnen gebruiken. En dat is, ja, ik heb daar een enorme bagage voor mee. En ik moet zeggen, ik kijk ook enorm uit. Die lockdown die houdt dat allemaal een beetje tegen, maar ik kijk enorm uit. Want nu dat Bocuse d'Or voor mij een beetje als kandidaat toch op zijn einde gelopen is, kijk ik enorm uit om terug de registers in het restaurant vol een bak open te trekken en level over te gaan om al die opgedane kennis enzovoort te gaan herintegreren in het restaurant. Dus inderdaad, het is niet dat dat verloren werk is. Zo. Integendeel, ik ben daar enorm, enorm door gegroeid als chef, als persoon. Ik heb daar gigantisch veel uit geleerd. In een restaurant is het koken ook quasi een ploegsport. Heel veel verschillende mensen. Ja, oké, toegegeven, er is één chef die met de fame wegloopt, bij manier van spreken. Maar er zijn ook nog altijd coaches en verzorgers en noem maar op, in een team. Is dat ook zo op een wedstrijd? Hoe zit dat aan elkaar, zo'n team? Wel, om te beginnen heb je mensen rondom je nodig om ervoor te zorgen dat je niet met een tunnelvisie begint te werken. Dus je hebt sowieso wel mensen rondom je nodig die het is vanuit een ander hoek gaan bekijken en eigenlijk wat dat jij aan het doen bent in vraag gaat stellen. Want je kunt soms zodanig op iets gefocust zijn. Zoals uw ei. Ja. Oké, maar dat is ook nodig natuurlijk. Hè. Als je iets tot in de perfectie wilt uitwerken, ça va. Alleen, heb de andere mensen die dan ook af en toe eens kritisch gaan kijken en zeggen van ja, is het, je gaat nu zo diep in op dat eitje, maar is dat eitje wel de juiste garnituur? Want je kunt soms ergens heel veel tijd in steken, maar je kunt ook tijd in het verkeerde steken. Dus vandaar dat het ook heel belangrijk is dat je een aantal kritische mensen rondom je hebt die in vraag gaan stellen wat je aan het doen bent. En vandaar dat je als kandidaat, als chef, daar ook goed voor openstaan. Want je moet als chef niet alleen chef kunnen zijn en kunnen leiden, maar daarnaast moet je ook kunnen openstellen voor feedback van mensen rondom u. Dat is in een restaurant in theorie ook zo. Je moet in een restaurant je team aansturen, je moet je team leiden, je moet daar krachtig staan, want een goed team heeft ook een krachtige leider nodig. Ik spreek niet over krachtig van brullen en roepen niet per se, maar je hebt iemand die krachtig en daadkrachtig kan keuzes maken en beslissen en standvastig zijn. Maar daarnaast heb je ook de klanten die je feedback geven en daar moet je ook voor openstaan. Dus in die zin moet je ook wel soms ook nederig opstellen. En het is die balans vinden dat eigenlijk
denk ik, maakt dat, dat wanneer dat je een geschikt kandidaat bent voor Bocuse d'Or te doen. Dus, enerzijds er staan en anderzijds je openstellen voor feedback. En dat is dan het belang van dat team. Maar zoals dat je zegt, je hebt een team bestaat uit heel veel mensen. Je hebt verschillende types van mensen. En ik heb altijd geleerd of ondervonden dat je moet daar heel breed in denken. En ik ga een voorbeeld zeggen. Ik heb bijvoorbeeld mijn team samengesteld. Daar zat bijvoorbeeld ook iemand in die ons fysisch onderhield, zeg maar. Dus die ons af en toe een paar fysische trainingen liet doen. Dan heb ik het over een beetje sporten of bewegingen. Af en toe een massage, want je kunt soms door stress en door druk, zeker tijdens de laatste maanden, tijdens de trainingen, verkrampt zijn in je spieren. Het is dan belangrijk dat dat ook onderhouden wordt, hè. Maar daarnaast ook nadenken over het ontwerp van een concept bijvoorbeeld, want er zit ook wel een concept in en bepaalde afwerkingen die dan ontworpen worden, maar dat zijn dan meer mensen die uit de grafische wereld komen. Er zit bijvoorbeeld ook een fotograaf in ons team. En waarom? Omdat een fotograaf iets op een heel andere manier gaat bekijken. Uiteraard meer dan op het visuele. Maar dat kan u helpen om andere inzichten te krijgen en soms op een andere manier iets te gaan uitwerken. Dus dat kan heel breed gaan. En ik heb het altijd belangrijk gevonden dat je voor zo'n team samen te stellen, dat je heel breed moet kijken. We mogen niet alleen chefs zijn, want dan ga je heel veel visies krijgen en dan uiteindelijk kan het het ook net moeilijk maken. Dus de patissier bijvoorbeeld, iemand die in de bakkerswereld zit, wat ook al moet geen dessert maken, maar die hebben andere technieken en andere manieren van iets te zien of anders op te bouwen. Dus dat kan allemaal heel leerrijk zijn. Dus jij zegt van, oké, ik ga kandidaat stellen voor de Bocuse d'Or. En dan moet je beginnen naar je team samen te stellen. Waar ga je dan eerst gaan kijken? Bij de mensen die je kent of de mensen waarvan je denkt van, ja, dat leek mij interessant, ik ga die mensen even bellen. Wel, eigenlijk, dat komt niet van dag één. Het is eigenlijk ook een beetje de aanleiding geweest waarom dat ik mij kandidaat gesteld heb voor de tweede editie, die dan jammer genoeg in het water gevallen is door corona. Maar de grootste reden waarom dat ik mij opnieuw kandidaat gesteld heb toen, was omdat ik de eerste editie, of de eerste twee jaar eigenlijk, heel hard gewerkt heb om te leren en mensen te leren kennen en dat team op te bouwen. En vandaar dat ook mijn intentie was van, oké, mijn tweede deelname gaan we verder bouwen op wat we in de eerste deelname aan leergeld betaald hebben. Figuurlijk dan. Hè. Nu gaan we dat op een andere manier doen en ik ga meer een coachende rol spelen, waardoor dat ook kan helpen voor de toekomstige kandidaten. Maar dus het is niet zo dat je zegt van, oké, ik ga nu, ik heb gisteren de wedstrijd gewonnen en vandaag ga ik mijn blad papier pakken en ik ga zeggen die, dat. Uiteraard heb je een zekere kennissenkring waar dat je ook al weet van, die is sterk in dat. Ik vind het ook heel belangrijk om goed te luisteren en heel veel te praten ook met collega's en dan komen die inzichten ook wel vanzelf. Een collega-chef die zegt van, misschien moeten we een keer vragen aan de dienen, bijvoorbeeld die fotograaf. En dan denk ik van, ja, eigenlijk wel een goed idee. En door er dan eens mee over te praten en zo, dan komt dat van zich wel los. Maar ja, dat komt niet van vandaag op morgen. En dat vond ik nu net belangrijk. En dat is iets wat we in het verleden te vaak gedaan hebben. Iedere keer dat een editie voorbij was, werd bij wijze van spreken alles de vuilbak gegooid. En werd er terug een nieuwe kandidaat gezocht. En werd alles terug van nul gestart. En dan moest iedere keer dat werk opnieuw gebeuren. En dat was een beetje mijn analyse na mijn eerste deelname. Ik zoiets van, ja, maar als we het zo gaan blijven doen, dan gaan we binnen 20 jaar nog nergens staan. Dus als we de Scandinavische landen, die op dit moment nog altijd top zijn in die wedstrijd, als we die willen evenaren, dan gaan we het anders moeten aanpakken. En Scandinavische landen die zijn dan echt eerder gekend om wel zo'n hele structuur te hebben. Dus daar zijn we nu aan het bouwen, nog altijd. En evolueren en groeien. Dus in zekere zin heb je nu quasi de werking van het Bocuse d'Or team hier in België volledig veranderd? Voor een groot stuk toch, ja. Ik kan niet zeggen dat in het verleden... ik heb mij ook gebaseerd op wat er in het verleden was. Ik heb er ook... Maar ik denk dat we wel een invloed gehad hebben of zullen hebben over de manier van werken naar de toekomst toe. Ja, verder bouwen op wat er was. En dat is in het verleden misschien te weinig gebeurd. In het verleden was het ernaast gaan bouwen in plaats van verder bouwen, als ik het goed begreep. Ja, telkens opnieuw beginnen. Dus,
Dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat het is een heel intensief parcours is. En eenmaal dat je dat parcours hebt afgelegd, dan zijn het ook ergens, is het ook wel ergens een keer een verademing om te zeggen, oké, dat heeft 2 jaar intensief werk gekost en nu wil ik het even loslaten. Maar eigenlijk is het net dan nodig om te gaan verder duwen en te gaan verder bouwen. En dat was mijn grote voornemen van oké, ik heb al dat werk erin gestoken, nu moet het ook wel ergens kunnen garanderen op lange termijn. En dat doe je denk ik alleen maar door het in een groter geheel of in een groter plaatje te zien en niet zozeer als een individueel gebeuren. Ik heb nooit Bocuse d'Or als mijn eigen persoonlijke wedstrijd gezien. Ik heb mezelf altijd als vertegenwoordiger voor ons land gezien. En als je dat blijft vasthouden, dan is de taak die je uitvoert eigenlijk niet zo van belang. Maar gewoon het feit dat je eraan meewerkt. En of dat dan nu als coach is, als kandidaat, of als commie, of als president, of als ambassadeur, of whatever. Dat zijn eigenlijk allemaal even belangrijke taken. En het team is maar zo sterk als zijn individuele medewerkers. Dus ja. Hoe zou je de verschillende wedstrijden gaan vergelijken? Want wij hebben het nu al gehad over Prosper-Montagnier, we hebben het gehad over Bocuse d'Or. Er zijn waarschijnlijk nog andere. Hoe ga je die vergelijken met elkaar? Om te beginnen is Bocuse d'Or een parcours van een aantal wedstrijden. Hè. Je hebt dus eerst en vooral de nationale selectie, waarbij dat dus de wedstrijd nationaal gaat doen. Dat zijn dan 5 Belgische kandidaten die tegen elkaar gaan opnemen. Maar je wint zo'n wedstrijd niet. Of ja, je wint hem uiteraard wel, maar het is eigenlijk een selectiewedstrijd. De wedstrijd stopt niet na die nationale selectie. Dat is eigenlijk een voorronde, zeg maar, om dan uiteindelijk naar een Europese finale te gaan. En bij die Europese finale, ja, daar stopt het ook niet, want daar gaat u eigenlijk proberen te plaatsen om naar een wereldfinale te gaan. Dus het is een soort stappenkoers. Hè? Dus dat is het grote verschil met andere wedstrijden, is dat meestal naar een hoogtepunt gaan en hup, daar is de wedstrijd en klaar. En je wint hem of je zit zoveelste of zoveelste. Dus Bocuse d'Or is een meer fase. Een beetje de wereldbeker van kookwedstrijden. Ja, dus dat is het ook eigenlijk een beetje. Hè. Dus dat doe je vaker wel met internationale wedstrijden. Nog een groot verschil met Bocuse d'Or is dat eigenlijk de gerechten op plateau doorgaan. Dus eigenlijk moeten er 3 garnituren gecreëerd worden. En dat spreek ik over het hoofdgerecht dan. 3 garnituren en een groot vleesstuk of wat. Het visuele speelt ook wel een grote rol bij Bocuse d'Or. Dat is uiteraard niet het belangrijkste. De smaak primeert nog altijd. Maar het visuele, de touch and feel, dus die plateau, dat moet echt een kunstwerk zijn enzovoort. Terwijl dat op andere wedstrijden eigenlijk een bord gemaakt wordt en dat bord gaat naar de jury en wordt geproefd, gaat er eigenlijk dit eerst op een plateau door de zaal, visueel. Daarna gaat het naar een versnijdingstafel, daar moet alles op borden gedresseerd. Maar dat het natuurlijk ook allemaal nog een beetje complexer maakt. Hè. Ja, en ten derde, nog een groot verschil, is het publiek dat aanwezig is. Dus dat is een gezin aan tijd. En gedurende heel die tijd worden eigenlijk aangemoedigd door je supporters van je land. Maar die zitten daar allemaal in de Belgische driekleur, geschminkt, met toeters, met vuurwerk, noem het maar op. Allee, ja, ik zeg altijd, het enige wat er niet binnen mag, dat is Bengaals vuurwerk. En voor de rest is het bijna een voetbalmatch waar je naar aan het kijken zit. Maar met een heel mooie ambiance en sfeer onderling tussen de landen ook. Dus het is heel gemoedelijk en het is heel sfeervol. Maar je moet rekenen, zit met een tribune. Nou, daar zit toch wel, dat kan makkelijk 1000 of 2000 man op die tribune. Dus dat is gigantisch. Hè? En koken jullie dan allemaal tegelijkertijd? Ja, alleen het is te zeggen, we zijn allemaal tegelijk aan het koken op een gegeven moment. Maar dat is natuurlijk om de 10 minuten start er iemand, ja. Want je kunt de jury geen 24 borden tegelijkertijd voor hun neus zetten. Hè. Dus dat is starten met een verschil van 10 minuten. Maar dat kan op een gegeven moment gaat dat wel heel heftig. Hè. Dan zit het is verspreid over 2 dagen ook. Europees en wereld dan. Verspreid over 2 dagen. Dus het is wel een heel gebeuren. En, ja, dus alle supporters zitten ook samen in de zaal voor iedereen. Dus ja. kan ik me inderdaad wel voorstellen dat het heel leuk wordt. Ja. Je support het uiteraard voor je eigen land. Maar ik heb bijvoorbeeld, ik was toevallig gisteren nog naar een filmpje aan het kijken van een herinnering op mijn Facebook van x aantal jaar geleden, toen ik er zelf als supporter was. En op een gegeven moment begint de hele tribune de Iceland clap te doen. Als je naar dat filmpje kijkt, terwijl iedere keer dat ik naar kijk, moet er zelfs maar aan denken, ik krijg gewoon kippenvel. Hè. Dat is gewoon
een paar duizend man die ineens de Iceland Clap doet, maar alle landen doorheen, hè, van de Verenigde Staten, Japan, Zwitserland, Frankrijk, Nederland. Ay, dat is, als je dan aan het koken zet. Dat zijn van die kippenvalmomentjes voor u. Ja, en kan je zeggen, allee, wij zijn op dat moment zo getraind als we aan het koken zijn, voor daar eigenlijk allemaal geen oor voor te hebben. Maar als je op dat moment, dan laat het toch wel even een paar seconden je werk even stil zijn. Dan kijk je toch wel een keer even de tribune en zeg je van, oh, wat is dat hier? En dan gewoon weer voortdoen. Ja, want een paar seconden kan wel een groot verschil maken. Wel, ik ga je een voorbeeld geven. Dus je hebt op de wedstrijd op de 5 uur en 35 minuten. Ik ga je zeggen, op de Europese finale in Turijn zijn we 20 seconden over tijd gegaan. Dus wij hebben 5 uur en 35 minuten. Volle bak, volle speed, zonder te drinken, zonder te eten, zonder naar het toilet te gaan, daar is allemaal geen tijd voor. Dat is gewoon continu tjak, 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 teen achter het andere. En dan uiteindelijk 20 seconden tekort hebben, maar je mocht eigenlijk 3 minuten ongestraft over je tijd gaan, dus dat is geen probleem. Dus je mocht er 3 minuten over gaan. Maar wij hadden dus 20 seconden over onze tijd overgegaan, dus zo scherp is dat. En om je een idee te geven, aan het begin van onze trainingen hadden wij 12 uur nodig. Dus we hebben die 12 uur moeten reduceren naar 5 uur en 35 minuten. Dus dat is meer dan de helft. Dus en enkel en alleen door gewoon efficiënter te worden, strakker programma, alles beter uitgewerkt, voor vlotter te werken. Maar alles is uitgewerkt, hè. Elk elementje, elk materiaal, elk schaaltje dat we nodig hebben, dat is uitgeteld. Wij weten perfect hoeveel schaaltjes van dat, hoeveel pincetten, hoeveel kloppertjes, dat is allemaal uitgemeten. En dat ligt ook allemaal op een bepaalde plaats dat wij blindlings kunnen werken. Dan is dat gewoon een trein die aan het gaan is. En dat is full speed vooruit. Dat is op muscle memory. Daar grepen, ja. Daar kloppen, daar... Ja, ja. En ook, ja, want er wordt bijvoorbeeld ook heel veel belang aan gehecht aan de manier waarop dat je alles aan het doen bent. Hè. Dat je keuken altijd strak en proper is. Eigenlijk, ten allen tijde kun je in die keukenbox binnenkomen en je zou denken van, ah, ze hebben gedaan. Maar dat zit eigenlijk minder in je wedstrijd. Dus dat is... Het is niet dat er daar iets op tafel staat, dat is allemaal, we zijn met iets bezig. Tafel strak, dat staat allemaal gewoon recht. Schaaltje voor je afval, schaaltje voor je dingen. Hup, je hebt daarmee gedaan, hup, alles terug proper. Alles de frigo binnen, volgende, stap voor stap. Zo. Dus ten allen tijde moet die keuken spik en span zijn. Hè. Ik vind het dan vooral straf dat je dat eigenlijk doet naast je gewoon werk. Ja, dat is ook natuurlijk wel ergens, is dat ook een beetje voor die voldoening te krijgen om... Ja, als je in het restaurant bezig bent, dan zijn we een aantal factoren afhankelijk. Enerzijds, ja, je hebt je team die dat moet kunnen uitvoeren. Ik heb het juist ook verteld. Je zit met het budget van ja, je ingrediënten, dat mag, nu moet zoveel kosten. Je zit met heel veel dingen bezig, een team aan het leiden, je zit met administratie enzovoort. En tijdens zo'n wedstrijd kunnen je veel van die factoren eigenlijk uitschakelen en kun je gaan focussen op de essentie, zijn dat koken. En enkel en alleen u daarop focussen en daar gewoon tot in de perfectie gaan doen. En dat geeft wel een voldoening. En ja. Ja, maar dat trainen moet toch ook ergens gebeuren? Ja, maar daarvoor hebben we een trainingskeuken die eigenlijk een exacte replica is van de keuken die we op de wedstrijd hebben. Dus dat is eigenlijk een keukenbox, die heeft bepaalde afmetingen. Die is op een bepaalde manier ingedeeld en er zitten een aantal toestellen in. Een aantal koelwerkbanken en er staan een oven in en er staat een spoelbak in, maar voor de rest eigenlijk staat daar niks in. En een shockvriezer, dat staat er ook in. We trainen dan in een keuken die daar een exacte replica van is. Zodanig dat de dag dat we op de wedstrijd staan, dat we eigenlijk een beetje in een vertrouwde omgeving staan. En zo kunnen we ook heel blindelings gaan werken, dat we weten waar dat wat staat. Dat is echt tot in de details nagemaakt. Ja, dus, en vandaar heb je ook... Dus je bent niet in je eigen keuken aan het trainen. Dat maakt ook dat je de voorbereiding voor zo'n wedstrijd, dat je dat niet moet... doorkruisen met uw dagelijks werk in het restaurant. En dan zeker in de laatste periode naar aanloop van de wedstrijd, dan ben ik aan het trainen in de keuken, terwijl dat bij mij in het restaurant gewoon de service doorgaat. Hè. Dus om een idee te geven, de laatste maanden voor zo'n wereldfinale ben ik daar toch wel een 100 uur per week mee bezig geweest. Hè. Dus los van mijn restaurant, hè. Wat ik dan heel vaak deed was, 's morgens voordat ik vertrok, even een kleine briefing met mijn team. En dan ging ik naar mijn trainingskeuken, terwijl dat de service thuis was voor de lunch enzovoort. Dat konden ze wel perfect zonder mij voort. Barbara, mijn vrouw, die was dan ook wel altijd aanwezig in het restaurant. Die kon ook alles goed opvolgen en zien dat alles wel verloopt zoals dat we het willen. En dan kwam ik soms 's avonds laat thuis.
terwijl dat personeel terug naar huis was. Hè. Dus kwam ik soms 1-2 uur 's nachts naar huis. En om 8 uur 's morgens was ik terug weg. Hè. Dus het is, ja, het zijn wel heftige periodes. Maar ja, als je ergens wilt... Hè. Ze wel opgeleverd. Ja, ik heb enorm veel voldoening, enorm veel kennis opgebouwd. En ja, de ervaring die pakken ze me nooit meer af. Dus, en ik zou het iedereen aanraden die in onze sector zit. Van het, ik zou er iedereen voor warm maken. Ik vond het een fenomenale ervaring. Ja, heel veel mensen leren kennen ook daardoor. En ja, dat, is, dat heeft mij echt doen groeien op verschillende manieren. Je staat daar natuurlijk naast andere landen te koken. Zij doen helemaal andere dingen. In een aantal interviews heb je gezegd dat je ervoor wilt zorgen dat Scandinavië de hete adem van ons kleine Belgenlandje in hun nek voelt. Denk je dat je daar al dat stuk al in geslaagd bent? Ja, daar ben ik van overtuigd. Wij zijn toen in Turijn 6e geworden van Europa. Wij hebben toen de prijs van het voorgerecht gewonnen. En in de wereldfinale zijn we 2e van de wereld geworden door de keukenjury. Dus met de, als je enkel de punten van de keukenjury nam, waren we 2e's. Dus dan de keukenjury spreek ik echt louter en alleen de manier waarop dat we aan het werken waren enzovoort. Dus we zijn daar enorm in gegroeid. Natuurlijk, die Scandinavische landen, die zijn zodanig goed georganiseerd dat die ontwikkeling door een heel team is van mensen en die staan zoveel stappen voor ons nog. We zijn ze stilletjes aan het bijbenen, maar ze hebben nog een voorsprong op ons. En zij blijven ook meegroeien en evolueren. Hè? Dus ja, dat kost tijd. Dat kost tijd. Maar we zijn daar goed in bezig. En we hebben toch al mooie resultaten neergezet. Hè? Ik heb altijd gezegd, ik heb niet het gevoel dat ik met mijn rode kaken naar huis ben moeten komen. Ik vind dat wat we daar gedaan hebben, dat was voor ons op dat moment het maximale wat we er konden uithalen. Uiteindelijk, als je bekijkt, In de Europese finale, maar dat eigenlijk, de Europese finale moet je echt een beetje beschouwen als de zwaarste. Dus daar gaan van de 20 landen gaan de 10 door naar de wereldfinale. En op de wereldfinale zijn 8 van de 10 eerste landen ook uit die 10 Europese landen. Dus de grootste afslachting, om het zo te zeggen, gebeurt in Europa, in de Europese finale. We zijn daar 6e geworden. Ja, dat zijn 5 landen die ons voorgaan. Wie waren dat? Denemarken, Zweden en Noorwegen, dus 3 Scandinavische landen. Dat was Frankrijk en Finland ook nog Scandinavisch. Dus 4 Scandinavische landen en dan Frankrijk. En ja, Frankrijk is een beetje een geval apart. Dat is de hometown of Paul Bocuse. Ja, die zullen al een sneller beetje extra krijgen. Ja, ik vond persoonlijk dat we die hadden moeten... dat wij hadden 5e's moeten zijn, ik zou het zo zeggen. Dus, maar goed, ja, 5e's of 6e's, dat is nu ook weer niet het grote verschil. Dat wil zeggen dat we toch wel... sterke inhaalbewegingen aan het maken zijn, dat we echt dichtbij komen. Als landen zoals Spanje, Italië, Hongarije, die 2 jaar daarvoor een Europees kampioen geweest is, als we die kunnen allemaal achter ons laten, IJsland, die ook top 3 van de wereld al geweest is, zijn allemaal landen die we dan in Italië achter ons gelaten hebben. Dan is het toch teken dat we ook al iets kunnen presteren en dat we er toch al vrij dichtbij zijn. Hè? Dat is zeker. Nu, logistiek gezien, dat is waarschijnlijk ook geen eenvoudige opdracht. Een keuken nabouwen, een oefenfaciliteit voorzien, een volledig team naar al die wedstrijden krijgen. Hoe wordt zoiets eigenlijk betaald? Komt dat uit je eigen zak? Toch wel voor een stukje, ja. We hebben daar toch wel zelf ook centen in gestoken. Uiteraard, het grootste stuk komt uit sponsoring. Maar ook dat moet gebeuren, hè. Dat is ook mensen die daar in het team zitten, die echt actief op zoek gaan naar sponsors. Het zou net er centen zijn om het allemaal te betalen. Hè. Dus dat is inderdaad ook wel zo. En dat gaat echt wel over een pak geld. Hè. Ik denk dat je moet rekenen voor zo'n volledig parcours. Dus van nationale, Europese en wereldfinale. Als je alles bij elkaar telt over die 2 jaar, spreek je toch wel snel over 200.000 euro. Hoor. Ja, dat moet allemaal betaald worden. Dus daarvoor, ja, sponsors. Dat is altijd een uzare stukje om die centen bijeen te krijgen. Maar natuurlijk, hoe beter dat je resultaten zijn, hoe gemakkelijker het wordt om sponsors aan te spreken. Maar je moet wel, ja, inderdaad, het is wel de bedoeling dat je er toch wel een mooi resultaat kunt neerzetten. Hè? Dat je het geld niet verkwist, uiteraard. Hè? Maar misschien is ook wel belangrijk de manier waarop dat je het doet. Hè? Dat de mensen, ze moeten nu ook wel een klein beetje sympathiek vinden. Ja, een beetje media-aandacht enzovoort. Maar goed, dat moet ook allemaal gebeuren. Daarvoor moet ook een heel team zijn om die mensen te gaan aantrekken. Hè.
Dat helpt bijvoorbeeld. In Lyon hadden we bijvoorbeeld de minister die meegekomen is naar minister Ben Weitz was dat toen. Waardoor dat je automatisch ook wat pers meekrijgt. En dat pers, ja, dat is dan weer interessant voor je sponsors. En als je die dan voldoende visibiliteit kunt brengen, ja, dan zijn ze de editie erop wel iets sneller om de portemonnee open te trekken. Hè. Dus dat hebben we ook wel ondervonden, dat we onze sponsors zeker warm gekregen hebben voor de toekomst. Natuurlijk nu met die corona. Dat was waarschijnlijk een heel moeilijk gesprek. Toen je besliste om niet deel te nemen, dat je naar een volledig team moest zeggen van kijk, het gaat niet door. Ja, maar ik heb dat uiteraard ook niet alleen beslist. Hè. Dus, en de belangrijkste elementen binnen dat team, dat zijn allemaal mensen die zelf ook een horecazaak hebben. Dus laat ons zeggen dat we tot een gezamenlijke conclusie gekomen zijn, hè. We hebben afgesproken van kijk, jongens, we komen eens even samen, want we moeten dat hier toch eens bekijken. En dan zijn we gewoon beginnen praten. En iedereen was er eigenlijk unaniem over eens dat het gewoon één niet de juiste moment is om daar te gaan staan. Want we rekenen, de Europese finale die is uiteindelijk wel doorgegaan. We hebben daar eigenlijk forfait gegeven, maar die is doorgegaan. Die was in Tallinn, in Estland. Maar die is doorgegaan de dag waarop dat ze in België de tweede lockdown afgekondigd hebben. Nu, ik moet je ook niet vertellen, stel je nu voor dat we het fantastisch zouden doen en we winnen daar goud op de dag dat ze hier in België afkondigen dat alle restaurants de deuren moeten gaan dicht doen. Ja, ik weet niet of je dat een positief verhaal kunt noemen. Dus daar waren we ons ook wel van bewust van, oké, als we dit gaan doen, het kan toch ook niet de bedoeling zijn dat het een negatief imago wordt, net omdat we dat doen. Dat is één. We vonden ook wel van, een wedstrijd gaan doen in een hal met een paar duizend supporters, terwijl dat we in ons eigen land met moeite naar een trouwfeest mogen gaan, of dat je beperkt zit om met zoveel mensen naar een begrafenis te gaan, en wij gaan hier vrolijk even een wedstrijd doen met 2000 supporters, ja, dat vonden we niet echt logisch. Ja, en dan ten derde ook, door het feit dat wij allemaal wel een beetje met die problematiek van die lockdown zaten, hadden wij ook allemaal wel werk genoeg thuis om ons te heroriënteren en te herorganiseren, dat niemand ook echt zijn hoofd stond om zich te gaan full focussen op zo'n wedstrijd. En dan hebben wij ook gezegd van ja, oké, als het niet met de volle focus en met de volle overtuiging kan, dan doe het liever niet. Dat heeft geen zin. Dus was dat eigenlijk wel vrij snel beslist. Plezant was dat niet natuurlijk, hè. We hadden dat liever anders gezien. Maar eigenlijk was daar geen andere optie. Je zegt hier net van je anders organiseren door de ganse crisis. Jij hebt deze zomer een beetje Ibiza naar jouw restaurant proberen te halen. Dat was mooi te zien in het programma. Wat zijn zo'n aantal dingen die jij gedaan hebt om je anders te organiseren? Takeaway zie ik, dat je heel veel mee bezig bent. Ja, wij zijn dit jaar al een aantal keren moeten schakelen. Hè. Dus we zijn in maart, hebben ze gezegd dat we onze deuren moesten dicht doen. Dus ja, dan zijn wij vrij snel, ik denk de tweede week waren we al bezig met takeaway. Dus hebben wij onmiddellijk gezegd, oké, ik ga hier geen weken op mijn gat zitten en niks doen. Dat zit niet in mijn naad. Plus daarbij ook dat wij een gezond bedrijf zijn en dat ook willen blijven. Dus we zijn onmiddellijk begonnen met gaan nadenken, oké, die takeaway. We hadden daar wel een beetje ervaring in, omdat we dat eigenlijk elk jaar al gedaan hadden met de feestdagen. Dus TKW. En dan zijn wij, de dag, dat was het in de maanden mei en juni, maanden mei vooral, hadden we heel mooi weer. En dat deed ons echt wel zin krijgen in vakantie, maar dan hadden we zoiets van, maar op vakantie gaan, dat zit er nu echt niet in. En voor vele mensen, die gaan niet op vakantie kunnen en daar reizen, dat is een heel gedoe. En daarnaast merkten we toch ook wel dat heel veel mensen half depressief rondliepen. En dan hadden wij zoiets van, wij moeten hier echt iets gaan aan doen. Hè. Het is mooi weer en we hebben een klein terras. De mensen binnensteken in deze situatie, dat gaan we niet doen. Dus we zoeken naar een oplossing voor buiten. Dus we hebben dan onze parking, eigenlijk een deel van onze parking daarvoor opgevoerd. En dan het idee van Ibiza was voor een beetje vakantiegevoel en een beetje sfeer te brengen en een beetje de mensen vrolijk te maken eigenlijk. Hè. Dus dat hebben we dan gedaan en dat hebben we dat op poten gezet. En dan zijn we eigenlijk 8 juni, denk ik, dat we de restaurants mochten opengaan, zijn we ook die dag zelf met dat concept ook nog opengegaan. Dus we hebben dat snel en efficiënt voorbereid. En dan hebben we dat eigenlijk gedaan tot eind augustus. Dus dan zijn we in september naar binnen verhuisd, terug ons normale restaurant gaan doen. Ondertussen was ook al de beslissing gevallen dat Bocuse d'Or niet meer ging doorgaan. Dus heb ik ook gezegd, oké, dan wil ik hier in mijn restaurant wel even een level kunnen opgaan. Dus we hebben daar een tandje bij gestoken, maar dat heeft 4 weken geduurd en dan moesten we onze deuren terug dicht doen. Dus we zijn wel geteld, sinds maart hebben wij al 4 weken ons restaurant opengedaan. Los van het buitenconcept dan.
En dan, ja, dus een, dat waren wij eigenlijk, in oktober hadden wij dan een week vakantie gepland of gedaan. En we waren tijdens onze vakanties dan die tweede lockdown aangekondigd. Ja, dan zijn wij terug gaan nadenken over TKW. We hebben dat een klein beetje aangepast, dat concept. En ja, daar zijn wij nu nog altijd mee bezig. En, dus eigenlijk heeft jouw restaurant wel een paar metamorfoses doorgemaakt op 1 jaar tijd. Ja, ja. Dat heeft er al van alles uitgestaan. We zijn begonnen in maart. Dan moesten we een oplossing vinden voor de kinderen, want ja, die mochten toen ook niet naar school. Dan hebben wij ons restaurant omgebouwd tot indoor speeltuin met springkasteel en zo. Dus zodanig dat onze kinderen de bezigheid hadden en dat wij konden bezig zijn met TKW. Want ja, wij waren aan het werken en die kinderen, ja, die moesten, er moest ook iets mee gebeuren. Dus dat was ja. Daarna, ja, dan uw restaurant staat dan ook vol met verpakkingsmateriaal, bordjes en bakjes en weet ik veel wat. Ja, dan hebben we dan dat buitenconcept gedaan. Dus een heel dunne boel verhuizen naar buiten. Hebben wij dat helemaal ingericht met beplanting, geluidsinstallatie. We hadden daar een bar buiten en zo. Verlichting, tenten, noem het maar op. Dan in september, alles terug naar binnen. Alles binnen terug strak zetten. En dan, ja, en dan in oktober was terug tafels vrijmaken en alles terugvullen met bakjes en terug bordjes. En zo ziet er momenteel nog altijd uit. Is je menu dan ook telkens anders geweest? Ja, dus voor TKW bedoelde? Ja, voor TKW en dan Ibiza en dan binnen opnieuw. Ja. Dus voor Ibiza hadden we eigenlijk een 17 gangen menu. Hebben we eigenlijk 17 kleine gerechtjes gedaan. Waarbij dat we ook op een 04 barbecue aan het koken waren buiten en zo. Dat was vrij basic gebracht, maar echt puur op smaak. Maar dat is echt vooral te doen om de sfeer en om de smaak. En niet zozeer over de fijne uitgewerkte gerechtjes, zeg maar. En dan zijn we naar binnen gekomen en merkten we wel dat de mensen dat wel super leuk vonden van heel veel kleine gerechtjes te hebben. En dan hebben we beslist om, als we naar binnen getrokken zijn, om ons menu eigenlijk te gaan uitbreiden en de gerechtjes kleiner te maken. Dus dat hebben we dan in september ook gedaan. Zijn we van een 7 menu naar een 13 gangen menu gegaan, maar 13 kleine gerechtjes. We hebben daar ook allemaal porselein voor aangekocht enzovoort. En dat sloeg echt wel aan. Ondertussen in onze TKW werken wij elke 4 weken een ander keuzemenu uit, dat mensen kunnen zelf gaan samenstellen à la carte eigenlijk. 3 of 4 gangen. En dan nu voor Valentijn hebben we een 6-gangen menu dat we nu uitgewerkt hebben. En dan gaan we iets meer terug die fine dining tour op, zeg maar. Terwijl die keuzemenu toch wel meer ook eenvoudigere, maar puur op smaak gerichte gerechtjes zijn. De toekomst, ja, die is op dit moment een klein beetje onduidelijk. Maar ik denk dat er heel veel potentieel en heel veel passie in jouw restaurant schuil gaat. Hoe zie jij jouw toekomst? Hoe ziet het restaurant evolueren? Ze hebben enorm veel goesting om daar terug in te vliegen. Hè. Wij kijken daar enorm hard naar uit. En ik ben er ook heel hard van overtuigd dat de dag dat de restaurants open mogen gaan, dat we ons gaan moeten vasthouden aan de takken van de bomen. Want ik denk dat al die restaurants de eerste 3 maanden allemaal afgeladen vol gaan zitten. Dus in die zin echt heel positief. Ik had ook een aantal mensen die ons in september verlaten hebben. Elk om verschillende redenen. En daardoor had ik een aantal vacatures openstaan, die ondertussen ook allemaal ingevuld zijn terug. Dus ik zit met een aantal nieuwe mensen die ook gaan starten. Dus een stukje een nieuw team, met nieuwe enthousiaste mensen. Dus ik heb er heel veel zin in en het lijkt mij allemaal heel boeiend de komende maanden eigenlijk. Ja. Allee, ja. En dan nog een hoop technieken die je van Bocuse d'Or meeneemt naar het restaurant. Dus ook op de kaart gaat het nieuwe creatieve dingen terechtkomen, denk ik. Ja. Dus we hebben inderdaad ook, daar willen we vol een bak inzetten. Daar zijn we volop mee bezig. Ik heb daar van de middag nog... we zijn met dingen bezig die bijvoorbeeld... nu zijn we in samenwerking met Callebaut bijvoorbeeld. Hebben we Callebaut chocolade, dus cacao barry. Gaan zij voor ons, voor een predecer eigenlijk, chocolade gaan, hoe noemt dat, 3D-printen. Dus ons logo eigenlijk gaat in chocolade 3D-print worden, zodat we dat dan kunnen opvullen met een ding. Dus we zijn heel hard al bezig met ons nieuwe menu. We willen er echt niet 1, maar 3 tandjes bij steken. Ons team is ook nog uitgebreid met een persoon extra. Ook in de zaal is er nog iemand bijgekomen. Er is ook een persoon extra tegenover het verleden. We gaan bijvoorbeeld in de toekomst, daar waren wij al mee gestart, maar we gaan dat nog verder uitwerken. Dat we alles gaan nu op plateau door naar het restaurant toe. En we gaan ook gerechtjes gaan afwerken. Dus we gaan veel meer interactie creëren tussen de mensen van de keuken en de mensen aan tafel. Ja, er zijn heel veel punten waar we op aan het werken zijn. En ook, ja, we hebben vorig jaar
onze keuken vernieuwd. Dat was januari, dus 2 maanden voordat de lockdown is ingegaan. Dus volgend jaar, in de loop van volgend jaar, willen we het interieur ook even een nieuwe wet doen doorwaaien. We hebben nu geïnvesteerd in allemaal nieuwe kledij voor de mensen van de bediening. Dat is een kledij die ontworpen is door Nicky van Kets. Dat kwam mooi naar voren in het programma trouwens. Dat vond ik heel tof om te zien. Voilà, dus ja, wij hebben echt momenteel, we zijn eigenlijk heel hard aan het werken. Naast onze TKW om alles echt uit te puren en op punt te zetten tegen dat we terug open mogen gaan. Je hebt natuurlijk al heel wat prijzen verdiend in kookwedstrijden, maar voor heel wat horeca is er, zeker voor restaurants toch, is die Michelinster ook een heel belangrijke prijs. Is dat iets wat je ambieert en wat je naartoe zou willen werken? Wel, dat is een beetje een, hoe moet ik het zeggen, op de een of andere manier misschien een soort haat-liefdeverhouding, denk ik. Ik weet het niet, maar al jaren slepen wij het niet hebben van de Michelinster op de een of andere manier mee. En krijgen wij heel veel vragen van mensen waarom dat we die niet hebben. Ja, ook zowel van klanten als van collega's die dat misschien een beetje afvragen. God ja, ikzelf, ik denk dat Michelin daar wel zijn reden voor heeft. En een van die redenen zou bijvoorbeeld al kunnen zijn door het feit dat ik ook regelmatig afwezig geweest ben door Bocuse d'Or. En misschien zijn er daardoor ook af en toe een keer een steekje blijven hangen of zo. Ik heb er ook het raden naar. Ik heb nog nooit iemand gehad van Michelin die mij gezegd heeft van Lode, kijk, het is deze en deze en dat is de reden waarom dat je geen ster hebt. Dat weet ik niet. Uit gesprek met andere chefs heb ik al gehoord dat dat niet gebeurt. Dus ik weet niet of dat je daarop moet hopen. Nee, je zou in theorie kunnen een afspraak maken bij mensen van Michelin. Ik weet niet, allee. Ik ben nu ook niet de persoon die daarover gaat gaan jammeren of gaat gaan smeken of gaan schooien. Ik heb zo mijn eigen manier om mij te gaan bewijzen, zeg maar. Dan vooral met competities, maar ook... we hebben een zeer goed draaiend restaurant. We hebben tevreden klanten. En ik heb momenteel niet echt een reden waarom ik zou zeggen... Kijk, die ster, ik heb die nu echt nodig. Of ik zou die nu echt per se willen, want dat of dat. Ik word door mijn collega's... En dan spreek ik ook over de top die België is qua Michelinsterren gerespecteerd en gewaardeerd. Dus het is niet dat er iemand zoiets heeft die naar mij kijkt van Lode, dat is een diner zonder sterren. Ja, ik heb dat gevoel niet. Dus. Ik denk dat er nog altijd meer restaurants zijn zonder dan met. Ja, dat is ook zo. Ja, voilà. En dat is ook niet het belangrijkste. Ik kan niet zeggen dat als ze morgen een ster aan ons zouden geven, dat ik daar niet blij om zou zijn. Dat ga ik niet zeggen. Maar ik ga ook niet zeggen dat als we er morgen geen gaan krijgen, dat ik me daardoor ongelukkig voel. Dus, weet je, komt dat, dan komt dat. En dat is teken dat Michelin vindt dat we die dan verdienen. En komt dat niet, ja, dan is het ook zo. Ik zoek daar niet echt een oorzaak of een ding in achter. En ik verwijt mezelf ook niets dat we dat niet hebben of niet zouden hebben. God, nee, ja, kijk. Het is teken dat het voor die mensen van Michelin... Ja, dat we ze niet verdienen. Hè. Maar ja, kijk. Het is dan ook maar zo. In het programma kwam dan die andere culinaire gids wel naar voren, de Gomio. Hoe belangrijk is die voor jou dan? Eigenlijk is dat een beetje hetzelfde verhaal. Misschien met dat verschil dat de mensen van Gomio dat daar voor mij een gezicht op plakt. Veel mensen die voor Gomio werken, dan spreek ik zowel op administratief vlak als op mensen die voor Gomio recenseren of zo. Wij kennen daar wel veel mensen van. En ik moet zeggen, daar wordt nooit over gesproken zoveel punten, of ik zou graag een punt bij. Of, al lachend zeg ik dat misschien wel een keer, maar uiteindelijk... Maar het is een beetje hetzelfde verhaal. Ik laat het aan hun om ons te beoordelen. En ik zou het zeer jammer vinden, moesten ze mij doen zakken. Ik heb dat gelukkig nog nooit niet moeten meemaken. En ik denk de dag dat ze ons zouden degraderen of een puntje zouden afnemen, dat ik hun wel in vraag zou stellen en zeggen van kijk, waarom heb je dat gedaan? Of, allee, ja. Maar het niet bijkrijgen van een extra puntje, dat is teken. Ik zeg dan altijd, ik beschouw dat positief en dat is teken dat we stabiel gebleven zijn. En in deze tijden vind ik dat op zich ook al een prestatie. Stabiel blijven eruit gaan, vind ik in de afgelopen jaren met al wat we gedaan hebben, spreek ik over Bocuse d'Or, maar nu net zo goed met corona. Ergens op zich is dat al een mooie overwinning om gewoon daar te blijven staan. Hè? En nogmaals, het is uiteindelijk het belangrijkste element is dat ons restaurant draait en dat wij kunnen blijven groeien, blijven evolueren, blijven investeren en
een goed team kunnen samenstellen, ons goed voelen in wat we doen, en tevreden klanten hebben en tevreden gasten hebben. Dat is de essentie. En al de rest is daar maar een bijzaak van, hè. Dus, En het programma heeft ook 500.000 kijkers bereikt. Dat is niet weinig. Nieuwe fans voor een volgende deelname aan de Bocuse d'Or, denk ik, enerzijds. Anderzijds ook mensen die misschien nu wel makkelijker de weg naar je restaurant gaan vinden. Ja, ik zal u het antwoord schuldig moeten blijven, want ik ben sindsdien nog niet open geweest. Dus, maar ik denk wel dat... Het is nooit één specifiek ding. We hebben in het verleden, de afgelopen jaren, hebben we al redelijk wat media-aandacht gekregen. We hebben, als we naar de wereldfinale in Lyon waren, dan hadden wij een cameraploeg van VTM bij. Zij hebben ons 3 keer in het 8 uur journaal s'avonds geïnterviewd en gevolgd. Dat brengt ook wel extra dingen mee. Ik vind het vooral wel belangrijk dat we onszelf een beetje blijven heruitvinden en interessant blijven. Dat mensen redenen blijven vinden om naar ons te komen, naar ons restaurant. En uiteraard begint dat met de kwaliteit die je op het bord brengt en in je bediening brengt enzovoort. Maar daarnaast vind ik het ook wel belangrijk dat mensen u een beetje genegen zijn en sympathie voor u hebben. En misschien zelfs een beetje naar u opkijken. Dat is, dat maakt dat je interessant genoeg blijft en dat je een reden hebt waarom dat mensen naar uw restaurant komen of uw restaurant verkiezen. Op dat moment dan toch boven een ander restaurant. En dat is noodzakelijk om alles te kunnen blijven volhouden, hè. Is het noodzakelijk om die 7 man die in mijn keuken rondlopen en die 3 man die in mijn bediening rondlopen en mijn afwasser enzovoort te kunnen betalen, maar ook mijn pand en de nieuwe keuken en de nieuwe kostuums enzovoort. Ja, alles kost heel veel geld. En daarvoor moet hard gewerkt worden en moeten veel couverts gedraaid worden. En daar moeten we toch blijven aan werken om interessant te blijven bij de mensen. Waar haal je de inspiratie om jezelf heruit te vinden en interessant te blijven? Wel, ik krijg die vraag wel eens vaker van klanten. En als ik als mens vraag, waar haal je de inspiratie voor je gerechten? Dan zeg ik als antwoord uit de kookboek van Peter Goossens. Het is niet specifiek. Ik kan niet zeggen van, ik ga altijd naar die website of ik weet niet veel wat. Nee, uiteindelijk is dat iets wat dat in het dagelijkse leven triggert. En dat kan heel breed gaan. Dat kan een accent op een afwerking zijn. En ik ga dan een voorbeeld geven dat we gebruikt hebben tijdens de wedstrijd Bocuse d'Or. Hadden we een afwerking, dat was een krokant in de vorm van een koraal. Ik ben op dat idee gekomen toen dat ik op vakantie was in Malaga en ik parkeerde mijn auto in de ondergrondse garage en daar stond een koraal geschilderd op die muur. En ik zag dat koraal, ik zei, dat is een mooie vorm. En dat doet mij denken, we moesten een voorrecht maken met schaal en schelpdieren. Ik zei, ja, dat past daar perfect in dat verhaal enzovoort. En dan heb ik dat koraal laten uittekenen, grafisch, en laten laseren in een siliconenmat. En dat is dan een krokant geworden. Maar ik ben net zo goed op een gegeven moment, en dat was misschien gebeurt dat ook wel vaker op vakantie, maar ik liep bijvoorbeeld in Barcelona over de Ramblas. En ik had goesting in een paella. Ik zeg, gaan we vanavond geen paella eten? En ben toen een fantastisch paella gegeten. En ik zeg, een gerechtje die we baseren op de smaken van paella. En dan hebben we zoiets, een heel gerechtje uitgewerkt. Dat is ondertussen een van onze klassiekers geworden, die een bereiding met langoustine enzovoort. Dus ja, dat kan heel breed gaan. Maar net zo goed gewoon het seizoen uiteraard. Het seizoen helpt ons ook. Er zijn altijd wel ingrediënten die op dat moment zeer interessant zijn, op dat moment zijn om daarmee te werken. Ik spreek nu bijvoorbeeld over momenteel het seizoen van de coquilles. Ja, dan triggert mij dat toch voor te zeggen, oké, we gaan nu met coquilles iets doen. Wat gaan we daarmee doen? Gaan we koud? Gaan we warm? Oké, dan gaan we zoeken naar de juiste bereiding die daar op dat moment in je opkomt, hè. Dus het kan van alles zijn. Gewoon de inspiratie van het moment, de ingevingen van het moment, de situatie. Ja. Super. Ik hoop in ieder geval dat jij nog lang kan dienen als inspiratie voor jonge chefs. Dat je kan dienen als inspiratie voor mensen die naar jouw restaurant komen. En ik hoop vooral dat je heel snel weer de deuren mag openen. Dankjewel om in de podcast aanwezig te zijn. Ik vond het een super gesprek. Fingers crossed dat we binnenkort opnieuw een delegatie naar Bocuse d'Or kunnen sturen. En nog hoger mogen landen. Al dan niet mijzelf in het team of als coach. Voilà. Kijk er naar uit. Bedankt om te luisteren naar Overeten. Vond je het een leuke aflevering? Deel deze podcast dan zeker met andere foodies. Tag me gerust op Facebook of Instagram via @overetenpodcast. Honger naar meer? Dat is mijn maandelijkse nieuwsbrief vol eet, drink en luisterplezier.
schrijf je in via de website. Dat is www.overetenpodcast.be. Bedankt en hopelijk